Kijk, zie je? Ja, kan bijna, trekken. Bijna. Ja, ja. Oké, okay, wij zijn hier op jouw pizza maken. Yes. Jouw maandpizza's. Mm-hmm. Met pesto, vegankaas en cherry tomaatje aan de einde. En taaierblad. Wie? Taaierblad. Taaierblad, sorry. En natuurlijk Surinaams. Dus ik dacht van oké, ik ga een pizza maken. Dan wil ik wel een Surinaams element toevoegen. Ik ben een singer-songwriter. Ik ben al, zit al langer dan 10 jaar in de muziek. Als ik mijn tours doe, dan wil ik altijd gewoon dat Bird onderdeel is. Natuurlijk mijn hometown. Dus ik moet hier gewoon sowieso altijd staan als ik een tour heb. En hoeveel tour per jaar maak je? Het is verschillend. Weet je, het is meestal gekoppeld aan een project of aan een album. Weet je, het kan soms clubs zijn en dan theaters. Dus het verschilt een beetje. Heb jij misschien een favoriete dag in Boor? Like, mijn favoriete dag is woensdag. Mm. Ik hou van jazz sessie. Mm-hmm. Nee, ik heb geen favoriete dag, maar het hangt er echt vanaf wat voor show. Wat betekent Bird voor jou eigenlijk? Nou ja, Bird is kort gezegd gewoon mijn favoriete plek in Rotterdam. Dus ik kom hier graag. Ja, ik heb vele mooie concerten meegemaakt. Er is altijd een toffe sfeer, er komen toffe mensen hier. Dus ja, Bird is mijn favoriete plek. Dit is hem dan geworden, mijn pizza starten, noem ik hem. 18 juni sta ik hier in Bird, in mijn hometown, met een nieuwe show. Our Time, Our Music. Ik hoop je te zien. Get your tickets. Zie je dan. En de pizza staat de hele maand op de kaart, dus probeer hem. Cheers. Cheers. Op Sabrina. Mm. Ja, echt goed. Ja.